Gomez laat lopen en kan Castaños door. Castaños kan door. Castaños, doelpunt. Twente op voorsprong in de 55ste minuut. Nummer 13 van het seizoen. En praten jullie maar over mijn vorm. Lijkt hij te willen zeggen met deze gebaren. Nu Castaños, want ik heb er nu 13 in liggen. Want er is gedurende het seizoen natuurlijk wel wat kritiek geweest op Lucas Castaños. Als zou hij te weinig kansen omzetten in doelpunten. Nu benut hij deze mogelijkheid wel. En in een enorm belangrijke wedstrijd zet hij zijn ploeg op voorsprong. Deze wedstrijd uiteraard. Maar staat nu op scherp. Zo, wat een sliding zeg. Wat een tackle van achter en wegwezen zegt Fink. Dit is rood voor Van Aanholt. Gedecideerd, de scheidsrechter staat er 10 meter vandaan. Als de bal wordt ingespeeld op Tadic en Van Aanholt in ieder geval schuin van achter komt. En een direct rode kaart ontvangt van Fink. Ja, lastig te zien. Feyenoord staat hier tussen. Ik denk dat de beslissing terecht is. Gestrekt been op de Achillespees. Ja, ik denk het ook. Hij komt wild in. En je weet als back dat je zeker op eigen helft geen risico's moet nemen met onnodige slidings. Laatste kwartier. Castaños. Castaños, prachtig gespeeld. Tadić kan het beslissen. Tadić, kippertje, 2-0. Schitterende goal van Twente. Een briljant balletje. Precies het juiste moment gegeven. En dit kan je aan Tadić overlaten. Die blijft rustig. En hij maakt zijn 11e van het seizoen. Dusan Tadić. 2-0 Twente. Daarmee lijkt deze wedstrijd met 11 tegen 10 wel beslist.